vandaag is hier Alejandro Rotsuelo, dat is een van de spelers van KRC Genk hier in het Sportmedisch Adviescentrum van de Universiteit Hasselt. Atlon. Je breekt mijn machine, hè? En we leggen hier vandaag heel veel sportmedische testen af en eentje daarvan is de inspanningstest. En wij willen weten hoeveel zuurstof Alejandro zijn lichaam kan opnemen en hoe hoger dat dat cijfer is, hoe beter zijn basisconditie. Oké, okay. Het belang van een tussenseizoen is eigenlijk om optimale frisheid terug te creëren. Dus we hebben een heel zwaar seizoen achter de rug met competitie, beker, Europees eventueel. En het is belangrijk om die vermoeidheid zo goed mogelijk te laten dalen. Maar ondertussen geven ze wel een programma mee om die fitheid, verworven fitheid, wel te behouden. Eigenlijk de conditionele opbouw start vanaf de voorbereiding. Oké, achteraf zetten. Dit moment van het seizoen komen op voetbalgebied heel veel voetbalclubs. De voetbalclubs van de regio, maar ook vlak van over de grens. Ik denk wel dat wij vanuit het Sportmedisch Adviescentrum op die manier de clubs helpen om een goed zicht te krijgen op de sportmedische situatie. Want hier zie je nu de inspanningstest, maar wij doen ook krachtmetingen. We doen ook bepalingen van lichaamssamenstelling, zodat wij goed weten hoe het met de spiermassa en vooral met de vetmassa gesteld. Dus ik denk inderdaad dat we op die manier eigenlijk de clubs wetenschappelijk onderbouwd sportadvies geven. Ja, we werken al een aantal jaren samen met Atlon en dus vanaf het moment dat we inspanningstesten moeten gebeuren of eventueel een krachtmeting, dan is de U Hasselt en Atlon heel flexibel om dat in de agenda te plaatsen. En dit is eigenlijk voor ons studiemateriaal. En we zijn eigenlijk aan het studeren.